Onze collega Jean Nelissen is overleden. Hij werd 74. We zullen hem gedenken als de verteller van het wielrennen. En Rafael van der Vaart gaat opgelucht naar Tottenham Hotspur. Goedenavond. In Maastricht is vandaag onze inspirerende collega Jean Nelissen overleden. Jean was jarenlang wielercommentator voor de NOS. Een allround sportjournalist, rasverhalenverteller en vooral Bourgondier van beroep. Jean Nelissen heeft 74 jaar geleefd. Intens. Wat moet er in hem omgaan? Kijk eens. Daar rijden ze, zo voor het grijpen, en toch kom je er niet bij. Moet toch wel ergens zijn. Het stemgeluid van Jean Nelissen is herkenbaar en bijna onlosmakelijk verbonden met wielenbeelden op tv. Toch begon zijn carrière als voetbalverslaggever in de jaren dat betaald voetbal in Nederland vorm begon te krijgen. Nelissen was jarenlang chef sport bij Dagblad de Limburger. Die functie combineerde hij met een rol als wielercommentator bij de NOS, waar hij in 1969 begon. Zelden zal een sportman in zijn land zoveel beroering hebben teweeggebracht als Eddy Merckx in deze dagen in België. De van dopinggebruik beschuldigde wielrenner weet de sympathie van vrijwel het hele land achter zich. Ze hebben mij uit koers gezet, zomaar, zonder geen enkel bewijs. Maar het volgende seizoen ga je toch weer in Italië rijden. Bij alle grote wielerevenementen was Nelissen te horen. En ook bij amateurwedstrijden zat hij achter de microfoon. Een van de hoogtepunten was de toerwinst van Joop Zoetemelk in 1980... die nog in gevaar kwam door de valpartij in de Alpen. Martin en Van der Velden nog steeds aan de leiding. Hij moet wel een goede dag hebben. Oh, een valpartij! En Joop Zoetemelk valt. Oh god, wat een drama misschien. En daar komt de gele trui over de finish. Juichend en wel, met Gerry Kneteman naast hem. Jean Nelissen volgde meer dan 30 keer de Tour de France en werd daarvoor onderscheiden door toerdirecteur Jean Godet. Naast het wielrennen op de weg bleef Nelissen nog lang actief als commentator bij het veldrijden. Adrie van der Poel, Adrie van der Poel. Hij wordt wereldkampioen. Wat een fantastische race van onze landgenoot. Na zijn lange loopbaan als commentator bij het wielrennen bleef Jean Nelissen betrokken bij de sport. Hij had een enorm archief aan bijzondere verhalen die hij tijdens de Tour de France volledig in eigen stijl vertelde in het programma De Avondetappe. Ze denkt van ja. Dit is de Mont Ventoux, een verschrikkelijke berg. Hij werd in de 14e eeuw al door een monnik de weg naar de hel genoemd. En ik herinner me als de dag van gisteren dat wij met de tourcaravaan, waartoe ik behoorde toen, op 13 juli 1967 omhoog klommen met de kopgroep. Jean Nelissen overleed vandaag in Maastricht. Hij is 74 jaar geworden. Sinds 1978 vormde Jean Nelissen een duo met Mart Smeets bij het commentariëren van wielerwedstrijden. Tienduizenden, misschien wel honderdduizenden kilometers hebben ze samen afgelegd als volgers van de nomaden van het smalle zadel. Mart Smeets is nu in de Ronde van Spanje. Hij beschrijft oercollega De Neel. Ja, is een gek idee. Jean is dood. Of beter gezegd, De Neel is er niet meer. De Neel is niet meer in het peloton. Maar hij kan één ding zeggen. Hij heeft van Fignon gewonnen. Daar zou hij misschien wel om lachen. Want hij was de laatste jaren een beetje zuur aan het worden. Hij volgde het wielrennen nog wel. Goddank, want dan kon hij ons bijstaan. Want zo eens in de zoveel tijd, dan kreeg je een lesje van hem. Dan moest je goed op je Nederlands letten. Je moest goed op de bewegingen van de grote mannen letten. Dan belde hij op en dan zei hij van... zeg tegen Maarten dat hij niet te veel over het oude wielrennen moet verheerlijken. En dat deden we dan. Jean was ook van het oude wielrennen. Zelf coureur geweest. Zelf gedrogeerd, samen met Trino Vlothuis. Om te proberen hoe het was als je een pilletje nam, of je dan harder reed, ja of nee. En van die escapade schreven ze een mooi stuk voor HP. Dat was Jean in de jaren 70. Journalist die de wereld wilde veroveren. En de Haagse Post in Amsterdam, dat was chic voor hem. En later kwam de doorleefde liefde voor het voetbal. Of eigenlijk had hij die al, bij Fortuna 54. Hij mocht je zeggen tegen Vaas Wilkes. Hij kende Bart Carlier. Frans de Munk was zijn vriend. Cor van der Hart, daar ging hij mee drinken. En als je dat kon, ja, dan was je een grote. En toen kwam het wielrennen. En via de generatie Zoetemelk-Merckx is hij geworden
wat u weet dat hij was voor ons Nederlanders. Jean was precies die saus die nodig was voor het wielrennen. De zachte G. Dat Limburgse, die taal die wij niet hebben. Wij, de anderen, stonden daar anders tegenover. We waren wel van Nederland, maar we waren anders dan Jean. Jean was van, als we om 10 uur afspraken, was 10:30 ook goed. Jean was van, lang leven de lol. Maar als het erop aankwam, dan was hij verrekte precies. Er zijn wat van die momenten die ik me herinner. Ik ga terug naar de dood van een Italiaanse rijder, Cassatelli. Die valt dood op de straat in de Ronde van Frankrijk. Iedereen is in een schok. Om ons heen huilen mannen. Jean doet precies dat enige dat nodig is. Hij vist in zijn tas en haalt een heel klein boekje naar boven. Daar stond op, doden in het wielrennen. Voor alles journalist. En voordat wij al onze gevoelens op een rijtje hadden, had hij dat al neergezet. Het was de zoveelste dode in de Ronde van Frankrijk. Dat was Jean. Zijn boekjes waren goudgoed. Daar stond van alles in. Al die verhalen die u in de loop der jaren gehoord hebt, die komen allemaal uit die boekjes. Daar heeft hij allemaal over nagedacht. Het waren zijn boekjes, het waren zijn tassen die hij overal liet staan. En het waren zijn sigaren. Ik krijg nooit meer gaatjes in mijn broek, nu Jean er niet meer is. Vroeger tipte hij zijn sigaar af, altijd op mijn broek. Sorry, riep hij dan. Maar hij mocht eigenlijk alles. Toen hij een beetje ouder werd en wat strammer en het ging allemaal niet zo goed meer met hem, toen zei hij, ga maar verder, doe maar voort. Het peloton wachtte ook niet op hem en dat wist hij. En het peloton is nu helemaal van hem weggereden. Het laatste afscheid was mooi, we deden dat samen. Maarten Ducro, Gerrit Solleveld en ondergetekende. We hebben nog afscheid van hem kunnen nemen. Jean Nelissen was een prachtmens. Misschien wel gecompliceerd voor iemand die hem niet zo goed kende, maar hij stond voor zijn vak. Hij schreef de kranten vol in Limburg. Hij was Mr. Limburg. Hij was misschien wel belangrijker dan de gouverneur. Iedereen in Limburg vroeg hem om raad, omdat hij een wijs man was. En die wijze man is er niet meer. We zullen hem gedenken als de verteller van het wielrennen. De man met die mooie, zachte G. En nog één ding. In 1985 hadden we nog één verslaggever nodig voor de Elfstedentocht. Martijn Lindenberg, onze regisseur, zei, bel jij Jean eens? En ik belde Jean. Ik zeg, Jean, zou jij zo vriendelijk willen zijn om naar Friesland te komen? Het bleef heel even stil aan de lijn. En hij zei, als je niet gauw weg bent, ik ga daar toch niet in de kou staan? Ik zei, maar ze hebben hier Berenburg. Dat maakt een boel goed, maar ik kom niet. Wegwezen met die koude rommel. En hij bleef in zijn Limburg. Het is gek dat ik nu voor een podium sta, zomaar, ergens in Spanje, in een stadje waar straks wielrenners aankomen. Maar dat wilde hij graag, dat ik die toorts van hem overnam. Dag Jean, bedankt voor de medewerking. Bedankt voor het feit dat je mij maakte dat ik hier mag staan. Namens de NOS, aan alle familieleden, veel sterkte. Danny Nelissen is oud-wielrenner en volle neef van Jean. Danny trad na zijn carrière in de voetsporen van zijn oom als wielercommentator bij Eurosport. Zijn herinneringen aan oom Jean? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Van tv, als oom, als inspirator, als een Bourgondier. Een man die echt wel wist wat het joie de vivre inhield. Als een zeer prettig man. Ik denk dat hij heel weinig vijanden had. Als een zeer deskundig en gedegen journalist. Danny Nelissen, oud-coureur, is momenteel wielercommentator voor de zender Eurosport. Maar bovenal is hij de neef van. Mijn oma, dat was een kerstkindje. Eerste kerstdag was haar verjaardag. En we kwamen dan in het kasteel in Valkenburg met de hele familie samen. Dat zijn mijn eerste herinneringen aan Jean. Die dan als een soort van cabaretier vertelde s'avonds aan tafel wat hij allemaal meemaakte in de Tour of in de Vuelta of in de Giro. Of juist in Parijs-Roubaix. En dan lagen we allemaal helemaal een deuk van het lachen. Dus dat is mijn eerste herinnering eigenlijk. In 1995 werd Danny Nelissen wereldkampioen bij de amateurs in het Colombiaanse Duitama. Een overwinning die hij de avond tevoren aankondigde. Mijn vader die belde s'avonds op en die zei van, hoe gaat het met je jongen? Ik zeg, nou, zet champagne maar koud morgen, want morgen word ik gewoon wereldkampioen. Jean belt uiteraard ook met mijn vader.
En mijn vader vertelt dat tegen Jean. En Jean, maar de Colombianen en de Italianen. En zoals hij dat dan mooi kon zeggen. En mijn vader zei van, houd er maar rekening mee dat hij gewoon heel goed is. En dat je commentaar moet doen erover. En dat was ook zo. Gefeliciteerd oom, nee, de eer is aan u. Jij mag. 4 uur en 52 minuten voor dit heugelijke moment voor de Nederlandse wielersport. En laten we niet vergeten, we zitten in zo'n dip. En dit hebben we hard nodig. Danny Nelissen, huilend over de streep. Wereldkampioen bij de amateurs 1995. Ik heb het natuurlijk niet meegemaakt, maar als je dat dan later hoort. Ik heb dat WK ooit maar één keer teruggezien. En vandaag voor de tweede keer. Ja, en ik heb toen gehaald voor mijn opa en nu voor Jean. Na zijn wielerloopbaan trad Danny in de voetsporen van zijn beroemde oom. En als collega kreeg hij nog meer respect voor de journalist Nelissen. Een journalist met een neus voor nieuws. Want daar waar de grote kranten Nederland, Telegraaf, noem ze maar allemaal op, het niet lukte, had Jean altijd de scoop. Altijd. Dat komt omdat hij had zo'n vreselijk groot netwerk. En ik kan me nog herinneren, en dat is misschien een leuke anekdote, dat Gianni Bugni, die was positief op cafeïne. De eerste wielrenner ooit. Volgens mij de eerste atleet ooit. En niemand kon hem achterhalen. Maar Jean wist dat er een goede vriend was van Adriano De Zan. De grote anker van de Rai. En die had een boerderij in Sicilië. Maar Jean had het nummer. En Jean had het interview van Gianni Bugni. En voor de rest niemand. Geen L'Équipe, geen Gazette de Sport, geen Telegraaf. Jean Nelissen. Jean Nelissen. Voor de Limburg. Dat was het, ja. Onlangs verscheen het laatste boek van Jeans Hand. En daarvoor schreef toerwinnaar Jan Jansen een voorwoord. Zo dadelijk Jan Jansen. Eerst oud-voetballer en international Willy Dullens. Hij behoorde tot de vriendenkring van Jean Nelissen. Hij was bijna overal waar ik speelde eigenlijk. Ja. Of dat nu thuis was of een uitwedstrijd was. We waren dus zo goed bevriend raakten wij vooral in de beginfase van mijn carrière. En die was natuurlijk maar heel kort. Mm-hmm. Maar ik moet ook zeggen van dat ik met Jean ook opgetrokken ben. Bijvoorbeeld ook naar mijn afscheidswedstrijd, bekend, 5 augustus 1969 in het Olympisch Stadion. Yeah. Toen hij wist dat Ajax dat voor mij ging doen, toen kreeg ik meteen een telefoontje van Willy, daar gaan we samen naartoe. Yeah. En ben ik inderdaad met Jean en mijn vrouw dan samen naar het Olympisch Stadion gereden, waar we nog ontzettend vervelend ding meemaakten, vlak voor Amsterdam, het werd zo druk. Mm-hmm. En dan zei ik Jean nog eens een beetje lachend, die gaat toch niet allemaal naar het stadion, hoop ik toch, want dan komen we dadelijk nog niet op tijd. Yeah. En ik moet zeggen, we hebben inderdaad, hebben ze toch de politie moeten waarschuwen. En met twee motoren hebben ze via trottoirs en via tramrails, hebben ze ons toen op tijd nog in het stadion gebracht. Ja. Dat was dus toch wel een bijzonder iets. Mijn wielerloopbaan loopt parallel aan het optreden van de journalist en commentator Jean Nelissen. Met hem heb ik enorme emotionele momenten beleefd. Als ik terugdenk, schiet me als de eerste aankomst op de Col de Cordon bij Challenge te binnen tijdens de Tour de France van 68. Daar verschijnt Jean Nelissen in beeld met een klapboek, een balpen en met een dikke sigaar tussen zijn lippen. De rook van zijn sigaar kringelt in mijn neusgat. Ik word woest en ik hoor me met mijn laatste ademtocht nog schreeuwen. Weg met dat ding! Jean gooit de sigaar achterloos in de greppel en zegt onverstoorbaar: het was zeker niet gemakkelijk. Hoe zou u graag willen dat wij Jean Nelissen, de journalist Jean Nelissen, ons moeten blijven herinneren? Als een man met heel veel kennis, heel reëel. Verhalen schrijven, niet alleen maar fantasieverhalen, maar echte verhalen, want daar hield hij natuurlijk wel een beetje van. Soms een beetje overdreven, denk ik. Maar wel steeds kiezen voor de sportman. En ik denk dat dat een groot compliment is voor iedere journalist. Ik dacht dat niemand wist hoe oud hij was, maar ik dacht dat hij 73 was. Toch heen is gegaan. Alhoewel, we moeten daarbij aantekenen dat Jean een dubbel leven heeft geleden. Dus eigenlijk voor mij is hij 150 jaar oud geworden. En hij heeft geleefd zoals hij het zelf wilde. Fantastisch. Goeie vent. Zeker, de kaars heeft aan drie kanten gebrand.